Wij verzoeken u dit ons samen zijn aan te vangen uit Psalm 65, het eerste en het tweede vers. Wij herzeggen u Psalm 65, vers 1 en 2. De lofzang klinkt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen, geloften, dag bij dag. Gij hoort hen die uw heil verwachten, o hoorder der gebeen, die zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u treden. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Welzalig dien gij hebt verkoren, dien gij uit altaards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja wonen in uw huis. Psalm 65, vers 1 en 2. Thank you.
onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen enig werk zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Thans vragen wij uw aandacht voor het gedeelte wat wij u uit Gods woord wensen voor te lezen. En u vindt opgetekend in Genesis 3, vers 1 tot en met 19. Wij zeggen u Genesis 3, vers 1 tot en met 19. Maar vooraf voeren we naar de wet des Heren, welke aldus luidt. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaden der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw:
is het toch dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom deze hofs. En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht der bomen deze hofs zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gij lieden zult de dood niet sterven, maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat de boom goed was tot spijzen en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en zij at. En ze gaf ook haar man met haar en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend en zij werden gewaar dat zij naakt waren. En zij hechtte vijgenboombladeren samen en maakte zich schorten. En zij hoorde de stem van de Heere God, wandelende in den hof, aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam, zeggende tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof, en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Heb gij van die boom gegeten? Van welke ik u gebood dat ge daarvan niets eten zoudt. Toen zeide Adam, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang, terwijl gij dit gedaan hebt, zo zult gij vervloekt boven al het vee zijn en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad, datzelfde zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. Tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermenigvuldig uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren, en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben. En tot Adam zeide hij, terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw en van die boom gegeten, waarvan ik u gebood, zeggende, gij zult daarvan niet eten, zo zij aardrijk om uwentwil vervloekt, en met smart zult gij daarvan eten, al de dagen uws levens. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, omdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt, want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren tot zover. Zoeken we dan samen het aangezicht des Heeren. Lieve Heere,
Het past en het betaamt ons de naam uw goedheid te erkennen voor de grootheid uw weldadigheden aan ons bewezen. Want Heere, als we vanwege Gods kennis onszelf recht hebben leren kennen, dan mogen we toch wel een wonder noemen dat de schepselen die het gerust uw oude knecht na kunnen zeggen: ik ben een groot beest bij u, dat gij zulke schepselen nog gedragen en gespaard hebt tot op deze ogenblikken toe. Want Heere, het loopt er toch niet alleen over wat we doen en wat we laten moeten, maar of dat we leven tot eer van uw grote naam, of dat we die beogen en dat alles wat we doen, of dat dat wel uit het geloof geschiet. O lieve Heer, dan komen we daar niet veel, maar alles aan tekort. Ja, juist na ontvangen genade, een bron van groot verdriet en van diepe smart, juist omdat u het zo waard bent, geëerd, gediend, gedankt en gevreesd te worden met een kinderlijke vrees. Dat plaatsje, Heere, daar kunnen we soms zo naar verlangen, maar we kunnen er niet komen. Zou u ons dan zelf nog eens willen brengen door redenen uit uzelf te nemen, omdat die bij ons niet aanwezig zijn? Opdat er ook een vlakte zou zijn tussen u en tussen ons. En gij door die vlakke velden rijdende uzelf nog eens groot wilde maken in ons hart en in ons midden. Opdat uw volk zich in u zou mogen verblijden. Ach, het loopt niet over wie er zichzelf bijrekenen, maar wie er toe horen door uzelf erbij gebracht. En uw lieve, aanbiddelijke Heer Jezus, wij zouden vanmorgen een aanvang willen maken met de voorbereidingsprediking tot uw komst in het vlees. Heere, het is al zo lang geleden, het is zo ver weg, en als er ooit één zaak van toepassing geweest is, dat duisternis de aarde en donkerheid de volken zou bedekken, dan is het wel in onze bange, bange dagen. Maar u hebt het beloofd, Heer, dat zij die zijn nedergezeten in die duisternis, ja, zelfs in de schaduwen des doods, dat ze een groot licht zouden zien. Heere, maak het nog eens licht in onze harten en in ons midden, want waar we ook heen kijken, het is zo moedbenemend, donker en verdrietig, opdat we daaruit gesterkt zouden mogen worden, moed zouden mogen krijgen om uw raad uit te dienen
in het strijdperk van dit leven, waar we dan ook gelegen mogen zijn, en wat we ervan geleerd mogen hebben. Het ware leven is gelegen toch in geloofsgemeenschap met u, o lieve Heer Jezus, want u hebt zelf getuigd dat u de weg, de waarheid en het leven bent. Buiten u is alles dood, koud en leeg. Zou u daarom ook onze arme, onbekeerde medereizigers naar de eeuwigheid nog eens tot u willen bekeren? En dan smeken we dat in de eerste plaats af voor onze kinderen en onze jonge mensen. Het is voor hen zo moeilijk, want waar kunnen ze zich nog aan vastklemmen? Waar is er nog volk dat waarlijk volk is? Ach, we horen van zoveel bekeerde mensen, maar waar is er nog eens iemand te vinden die waarachtig om u verlegen is? We willen allemaal zalig worden. We zijn allemaal bang van de hel. Maar waar is er nou een heimwee naar u, de drie enige God, uit wiens gemeenschap we ons moed en vrijwillig hebben gezondigd? Heer, kom er nog eens aan te pas. Wil u zelf nog eens groot maken door het middelpunt der prediking te willen zijn, ook voor de ouderen en ouderen vandaag? Ach, het leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. De aanvang met advent prediking leert ons de vergankelijkheid van dit aards bestaan. En dan een ongeredde ziel, een openstaande schuld en daarmee een eeuwigheid tegemoet. Heer, wat is de mens geworden door die diep, diep rampzalige val? En het ergste is dat we het vaak niet eens beseffen wat het zeggen wil om dood te liggen in de zonde en de misdaden. Dat wil zeggen er dus middenin te liggen, maar zo dood dat we er geen erg in hebben. Ach, wil u dan nog eens ook in ons midden uw stem verheffen om te spreken? Ontwaakt gij die slaap en staat op uit de dood, en Christus zal over u lichten. Wat zouden we blij zijn. Dat zou nog eens een kerstfeest worden als u uzelf wilde groot maken in onze harten. Wees ook met hem die uw boodschap hoopt te brengen, die op zichzelf ziet het niet kan, omdat hij onbekwaam en onwaardig is en zijn hart vervult met zoveel verdriet over zoveel zaken. Heere, maak het nog eens wel met uzelf door opening te geven in uw woord en een ontsloten hart, opdat we er iets van die Emmausgangers van mogen ervaren. Was ons hart niet brandende in ons als we straks weer naar huis mogen gaan? Schenk ons dat uit genade.
om uw grote naam en door de kracht des Heilige Geestes wil. Amen. Wij zouden u graag met de hulp des Heren willen bepalen, zoals we het vanmorgen zouden willen noemen, de eerste adventpreek uit Gods woord. En die vindt u dan opgetekend in Genesis 3, vers 15. Genesis 3, vers 15, waar we lezen. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. Tot zover. Voor we echt ertoe overgaan en met elkaar van te spreken, zingen we eerst nog samen uit Psalm 118, vers 8 en 13. 118, vers 8 en 13. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houdt door haar kracht Gods volk in stand. Ik zal door vijandswaard niet sterven, maar leven. En des Heeren daad, waardoor wij zoveel heil verwerven, elk tot zijn eer doen gadeslaan. Gezegend zij de grote koning, die tot ons komt in 's Heeren naam. Wij zegenen u uit 's Heeren woning. Wij zegenen u al te samen. De Heeren is God, door wie we aanschouwen het vrolijk licht na bang gevaar. Bied offerdieren dan met touw tot aan de hoornen van het altaar. Psalm 118, vers 8 en 13.
als ik onze tekst van vanmorgen lees, dan denk ik aan iets wat we kunnen weten uit het leven van dominee Ledeboer. Deze man, een godvrezende kind en knecht des Heren, kon op een zekere nacht niet slapen. Totdat hij op een bepaald ogenblik een drang kreeg om uit bed te gaan. En in die tijd waren deze mensen voorzien als ze financieel konden klaarspelen, en dat kon dominee Ledeboer, van een rijtuig met paarden, en daar hoorde ook een koetsier bij. Hij maakte die man wakker en liet hem zijn koets inspannen. En toen de koetsier vroeg, waar gaan we heen, dominee? Toen zegt hij, laat dat paard maar lopen. God zal de weg wel wijzen. En zo gedaan. Tot op een bepaald ogenblik blijft dat paard staan. U moet nog denken, het is midden in de nacht. En op zo'n plaatsje zoals Benthuizen is dan in de regel alles in diepe rust. Maar bij dat huis waar dat paard voor stopte, daar brandde licht. En het was juist het huis van een van de ouderlingen van dominee Ledeboer. Deze man stapt uit zijn rijtuigje en loopt die woning binnen alsof er haast bij is. En dat was ook zo. Want hij kwam net op tijd. Hij zag dat deze ouderling bezig was om zichzelf op te hangen. Dat ging door de komst van de dominee niet door. En toen wist dominee Ledeboer waarom God hem gestuurd had. Toen ging hij met die man praten en zei, hoe kom je daar nu toe? Want deze man, daar geloofde die van, dat het een bekeerde man was. Toen begon die man zo bitterlijk te huilen. Hij zei, dominee, er is voor mij geen leven meer mogelijk. Ja, want ik heb het zo diep verzondigd. Ik kom er nooit meer uit. En toen zegt de dominee, vertel nou toch eens, wat is dan de oorzaak dat je zo verdrietig en zo moedeloos bent? Toen ging die man vertellen dat aan zijn zorg een neefje en een nichtje waren toevertrouwd. En die over flink wat kapitaal beschikken moesten. Wat hun op hun meerderjarige verjaardag zou moeten worden uitbetaald. Hij zei, maar ik heb er eens wat van geleend. Met de bedoeling om het weer terug te geven. En weer is geleend, en weer is geleend. Hij zegt, het is een heel bedrag. En nu moet ik het van de week geven, en ik heb niets meer. En weet je wat zo erg is, dominee? Ik kan nergens in de Bijbel een voorbeeld hiervan vinden, anders zou ik nog moed kunnen scheppen. Dat de Heere het me wil vergeven. En toen kwam dominee Ledeboer met het voorval waar wij vanmorgen een ogenblik stil bij willen staan. Hij zegt, moet je eens luisteren. God had aan Adam alles voor zijn nakomelingen gegeven
kennis, gerechtigheid en heiligheid en een groter vermogen dan de staat der rechtheid is er niet te noemen. En toen heeft Adam er alles doorgebracht. En dat is nog verder, zegt hij. Hij zei niet alleen dat hij het bezit niet meer kon overdragen, namelijk Gods beeld, maar hij heeft ze in de dood gestort. Dat is de oorzaak geweest dat die man weer moed kon scheppen en die financiële kwestie is wel in orde gekomen. Daar kon dominee Ledeboer wel voor zorgen. Dat is niet belangrijk. Dus een man die alles heeft doorgebracht wat zijn nageslacht ten goede zou hebben kunnen komen. Daar gaat het vanmorgen over. Over vader Adam en moeder Eva. Ik lees zo in een van de geslachtsregisters van de Heer Jezus, dat hij teruggaat en dat er staat Adam, de zoon van God. Moet u eens luisteren, ik leg daar de nadruk op, om de val van Adam duidelijk te doen zien, dat Adam niet per ongeluk is gevallen, nee, moed en vrijwillig. En dat wij met die daad instemmen, dat is dat wij doorgaans niet per ongeluk zondigen, maar we weten heel goed, als we iets verkeerds doen, dat we het verkeerd doen. En nu heeft Adam dat gedaan. Hij heeft zichzelf van God losgerukt door te eten van die verboden vrucht. U moet niet zeggen, ach, is dat nou niet wat overdreven door het te eten van een vrucht die vreselijke gevolgen? Nee, mijn geliefde, het ging niet over het eten van die vrucht op zichzelf. Maar het was een gegeven teken. God had met Adam het verbond der werken opgericht. En midden in die hof had hij de boom des kennis, des goeds en des kwaads gezet. En er waren zoveel prachtige, volle bomen. O, ze konden tot in alle eeuwigheid eten van het beste wat er was te vinden. Maar dat eten van die boom des kennis en des goeds en des kwaads, dat was een afgesproken teken. En dan kunt u wel zeggen, ja, maar heeft de duivel ze daartoe dan niet verleid? Natuurlijk. Maar Adam was in zichzelf sterk genoeg om de duivel te weerstaan. Maar de duivel heeft wel bijzonder listig gehandeld om niet Adam rechtstreeks te benaderen, maar door middel van de vrouw, o, het slangenzaad. En mag ik het nu zo eens eenvoudig uitdrukken? Nu zitten ze met de ellende. Ze zien dat ze naakt zijn. Hun schande komt dus openbaar. Alleen er is één geluk. Ze zien het. Ik denk wel eens, en dan gaan ze, dat kent u, daar staan we niet te lang bij stil, want het gaat over Advent. De preek over de komende verlosser. Het vrouwenzaad. Dan gaan ze dus vijgenbladeren aaneenrijgen om hun naaktheid te bedekken.
want zij schamen er zich voor. Ik denk wel eens, en dan doe ik even een zijstap, ik denk wel eens, het was toen nog niet zo slecht als nu. Want deze arme stakkers, die zich een ongeluk schrokken vanwege hun schande, die doen al het mogelijke nog om hun naaktheid te bedekken. Wat zijn wij dan ver weg, dat we in ons goddeloze vaderland stukken strand en bos hebben, die beschikbaar gesteld worden door smeerpoets, om naakt te kunnen lopen. En daar probeert men allemaal maar goed te praten. Maar straks, als onze tekst als preek verkondigd is, dan gaat God zelf een paar beesten slachten en trekt Adam en Eva dierenvellen als rokken aan. Dat doet God. Maar de mens wil het beter weten. En daarom zijn we zo walgelijk, gruwelijk, ver weg. En wat doen ze? Ze vluchten weg. Ze zijn bang van God geworden. O Adam en Eva zijn hun vader kwijt. Want ze hoorden hem aan de wind des daags. En mag ik het dan met grote eerbied eens even kinderlijk uitdrukken. Ze konden elkaar zomaar aankijken en ze wisten het. Daar komt niet meer vader, maar daar komt God. Ze hoorden hem aan de wind des daags. Dat moet wat geweest zijn. Als je vader niet meer is en je eigenlijk zomaar een andere vader hebt gekozen. Ik vind dat er tegenwoordig veel te veel over onze val wordt gezwegen. U zult zeggen, ja maar dominee, waarom die ellende ophalen? Wel, ik heb eens van een oude leraar die nu juicht voor Gods troon, de Christusprediking horen vergelijken bij een tentoonstelling van een prachtige parel. De Heer Jezus is ook de parel van grote waarde. Hij zegt, maar die komt pas tot zijn recht tegen de zwarte achtergrond van onze zonde. En daar ben ik het helemaal mee eens. En nu worden ze bang. Oh, eerst waren ze blij als ze den Heere hoorden. Maar nu worden ze bang. En ze kruipen weg. Maar God weet zijn kinderen te vinden. U zult zeggen, wacht eens dominee. U zegt net dat ze hun vader verlaten hebben. Ja, dat is waar. Nou, dan zijn het toch Gods kinderen niet meer? Nee. Ja, kijk, van hun kant niet meer. Maar God heeft ze lief van eeuwigheid. En daarom gaat hij ze trekken met koorden van goede tierenheid. Het zijn en het blijven Gods kinderen. Maar dat weten zij niet. Maar de Heere gaat het ze wel vertellen. Hij zoekt ze op. Even moet ik met dit gedeelte tot ons inkeren. Ik krijg hier een duidelijk Bijbels beeld van de waarachtige bekering. We hebben tegenwoordig een soort prediking, ook in hele rechtzinnige kringen, en die leren dat we Jezus moeten aangrijpen. En we moeten dat geloven. En we moeten zus hopen en vertrouwen.
Nou wou ik u vanmorgen eens vertellen, of vragen eerst, wat moesten Adam en Eva nou toch aangrijpen? Integendeel, zij vluchten van God weg en verbergen zich. En ik lees later dat de Heere zegt, ik heb van de hemel nedergezien om te zien of dat er iemand was die God zocht, ja, ook al is ons voorhoofd gedood. Ook al hebben we rechtzinnige belijdenis. Ook al gaan we aan het tegenwoordige zogenaamde avondmaal, wat heel vaak niet eens de naam avondmaal meer waard is. Er is niemand die God zoekt, niet tot één toe. Ik en u, we zijn van nature, zoals er hier duidelijk beschreven is, van de Heere afgeweken. En dan staat er op de ene plaats onnut geworden. En op de andere plaats staat stinkende geworden. Hoort u? En waarom leg ik daar zo de nadruk op? Om de Ere Gods uit zijn eenzijdig werk naar voren te brengen. Want Adam vraagt niet naar God. En Eva ook niet. Maar ze kruipen allebei voor hem weg. Omdat ze bang van hem zijn. Dat is toch eenvoudig? Er is toch geen woord om van een vreemde taal bij? En als Adam en Eva straks de eerste adventpreek horen, dan is het vanwege de opzoekende liefde Gods. Wat krijg ik dan? Een eenzijdig Godswerk. God zoekt ze op. Nou wou ik wat vragen. Is er vanmorgen hier iemand, of zijn er, die kennis hebben aan die opzoekende liefde? Dan ga ik verder. Wat gebeurt er als de Heere je komt op te zoeken? Dan is het eerste wat de Heere je leert, je schuld openbaar. Dat doet God altijd. Natuurlijk. Drie stukken, zegt onze Heidelberg. En niet om de Heidelberg het zegt, maar het is op grond van Gods woord. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En daar wordt juist zoveel overheen gesprongen, over die kennis der ellende. Want we zijn schijnbaar zulke slechte mensen nog niet. En ik geloof dat er daarom haast geen mensen meer tot God bekeerd worden, omdat er geen slechte mensen meer zijn. Waar zijn zij, zegt God tegen Adam. Ja, Adam weet wel waar die zit, maar God wil hebben dat hij het bekent. Heere werd de groot. En daar staat u. Wat een zielige figuur. O, mijn geliefde. Het is om te huilen. Adam. De prachtigste prachtmens. Geschapen. Adam mankeerde niks. Want ook van hem gold. En het was zeer goed. Hij was een maaksel van Gods hand. En daar staat hij. De prachtigste scheppingsproduct van Gods almachtige handen. En daar staat hij. Als een zielige figuur. Met een schotje van vijgenbladeren voor. Dat is wat. Wat is de duivel toch een hels monster, een helhond, een mensenmoorder van de begin. En niet om hem de schuld te geven, maar hij heeft toch in deze kwestie zo'n ontzaglijke grote rol gespeeld. Daar staat Adam voor die grote God. God rukt als het ware, niet letterlijk, maar figuurlijk gesproken, dat vijgenblad weg.
Wie heb je te kennen gegeven dat je naakt bent? Heb je soms van die boom gegeten? Hij zei, ja, maar dat komt, oh, en nou komt de mens. Elkaar de schuld geven. Wij erkennen zo gauw onze schuld niet. Want daar komt heel wat voor kijken om een schuldenaar voor God te mogen zijn. Hij zei, ja, maar dat komt door die vrouw die u bij mij gegeven hebt. In wezen geeft hij eigenlijk God de schuld. Het is wat, hè. Waarom zegt God nou niet, zo, vat jij die kwestie zo op, krijg ik eigenlijk de schuld. Weg, in de eeuwige rampzaligheid, wil niks meer met je te maken hebben. Maar dat doet de Heer niet. Wat een ontzaglijke liefde. Ja. Alleen het opzoeken van deze mensen, van deze arme stumpers, daar blijkt de liefde Gods aan. God heeft de zonde niet lief, maar God heeft wel heel veel zondaars lief. Dat is nooit te begrijpen. Alleen ga je vragen, hoe is het mogelijk? Dat de Heere mensen, die zo openlijk tegen hem ingegaan zijn, die eigenlijk uitgesproken hebben met het eten van die verboden vrucht, wij willen met u niks meer te maken hebben. Wij willen die knellende band verbreken, we willen zelf onze vrijheid zogenaamd. We zullen zelf wel uitmaken wat goed is en wat kwaad. En dat leent. In de harten, vooral komt het openbaar, bij vele jonge mensen. Ja hoor. En ik zeg dat, omdat het ons zo spaart. Wij houden van jonge lui, omdat daar de toekomst, ach, toekomst. Nou, laten we het dan maar even zo uitdrukken, in verborgen zit. Denken jullie ook dat je lieve vijf... Ik hoor wel eens, ja, als ik straks maar 21 ben, dan kan ik doen wat ik wil. Ik heb er genoeg gezien. En ik weet er van veel. Aan de drank en aan de drugsverslaafd. Daar komt er 9 van de 10 keer terecht. Vooral van jongelui die menen... Dat ze zelf wel uit kunnen maken wat goed is en wat kwaad. En dat vader en moeder veel te ouderwets en bekrompen zijn. O mijn geliefde, ik geloof dat ons volk er voor een groot deel aan ten onder dreigt te gaan. Eigenwijze kwasten. Die denken de wijsheid in pacht te hebben. En stumpers, jullie hebben nog niet eens een beetje levenservaring. Ook al heb je misschien een HAVO of een lyceumdiploma. Wat geeft dat een ateneum? Dat zegt allemaal niks. Er is zo'n groot verschil tussen kennis en tussen wijsheid. Ja. Gij zult als God zijn. Nou, daar staan ze. Vrij? Helemaal niet. Ze zijn in de diepste slavernij gezonken. De slavernij der zonde. Maar hoe is het dan mogelijk dat een Heer zulke lui nog komt op te zoeken? Hoe is het mogelijk dat een Heer in deze bange, bange dagen toch nog een kerstfeest aan laat breken. En gedenken van de komst van de Heer Jezus in het vlees. Ik heb het van de week nog gezegd, denk erom, dat u de geboorte van de Heer Jezus niet gaat romantiseren.
als een uiterst arm en gebrekkig omstandigheden geboren kindje in stro en in een kribbe. Kom nou! Maria heeft goed voor hem gezorgd. Hij is wel arm geworden. Omdat zij die arm waren rijk zouden worden in Gods genade. Maar denk erom, vergeet niet, dat er in die kribbe, in alle nederigheid, ligt God geopenbaard in het vlees. En ik heb het van de week al gezegd, hier in de kribbe ligt de koning van hemel en van aarde. En dan is de keizer Augustus in wezen zijn staljongen, hoor. Denk nog, we hopen er straks in de toekomst nog wat breder op in te gaan. Hoe is het mogelijk dat een Heer dat doet, zou ik u zeggen. Omdat van eeuwigheid is de Heer Jezus borg geweest. Het Lam Gods is geslacht van voor de grondlegging der wereld. En nu, mijn geliefde, worden we stil. Heel stil. Want Adam en Eva, ze weten er nog niks van. Maar er is reden voor blijdschap. Ondanks alle droeve omstandigheden. Er is reden voor hoop. Ondanks die grote schuld. Die schuld is al betaald, maar ze weten het nog niet. O, het geheim van zalig worden is zo groot, maar mag ik het ook vanmorgen eens zo uitdrukken? Het is zo wonderschoon, omdat de Heer Jezus in de stilte der eeuwigheid voor zijn volk betaald heeft. Kan nou God zelf dat volk opzoeken? Waar zijt hij? En dan worden Adam en Eva worden niet weggedeld voor Gods aangezicht. Nee, de Heere gaat ze een blijde boodschap verkondigen. Ik zou willen zeggen, zij zijn de hoorders. God zelf is de prediker. En de inhoud van de preek, dat is de Heere Jezus. Alleen moet ik nog op één ding wijzen. Mag ik het zo eens even voorstellen? Dit is eigenlijk de eerste kerkdienst. Ja. De hoorders, dat zijn Adam en Eva, zoals ze daar gevallen staan voor God. Maar er is nog een hoorder bij. Ja? Ik weet het omdat God hem aanspreekt. En dat is de duivel in de gedaante van een slang. Toen ik gisteravond wel zo laat over deze woorden zat na te denken, heb ik gedacht, oh, dat moet toch een overgang geweest zijn. Want de duivel is zelf nog maar zo kort geleden nog engel geweest. Het was maar kort na de schepping. Dus hij kende God. Hij wist hoe het hoorde. En hij maakt die ontmoeting tussen God en zijn kind mee. Waarom is de duivel niet gevlucht? Wel, de duivel wou triomferen. De duivel heette eigenlijk Lucifer, dat wil zeggen lichtdrager. En hij stond boven Gabriel en Michael. Want in de hemel is orde en zijn rangen. Je hebt twee soorten engelen. Je hebt er die waken voor Gods eer. En je hebt ook de strijdengelen, die strijden in Gods dienst. Goed. En omdat hij zo hoog in eer was, moet je eens nagaan, één gewone engel
slaat in één nacht 185.000 Syriërs dood. Dat weet ik. Dus wat moet nou de opperste opperengel voor een macht hebben? Die stond vlak bij de Heer Jezus, bij de Zonen Gods. En toen wou hij die plaats innemen. Want de duivel is niet antigoddelijk hoor. Nee, de duivel gelooft. Dat doe ik er nu vaak nog niet eens. De duivelen geloven, staat er, en ze sidderen. Maar omdat hij zo'n hoge plaats in had, was voor hem er een kans om de plaats van de Zoon van God in te nemen. En dat is niet gelukt. Want toen heeft met grote eerbied gesproken, de Vader hem uit de hemel geworpen. En toen heeft de duivel, die dus nu duivel geworden is, zich willen wreken. Hij zegt, als ik dan je ene zoon niet kan krijgen, dan zal ik je geschapen zoon nemen. En dat is hem blijkbaar aanvankelijk gelukt. En nou wil hij van zijn triumf genieten. Hij staat erbij. Met een hels genoegen. Of dat hij zeggen wil, God, zie je, dat is nou je zoon. Daar staat hij. Met zijn vijgenschotje. Is er dat nou van je beeld overgebleven? Kan je begrijpen wat er daar gebeurt? Daarom wordt hij dadelijk aangesproken. Maar in wezen krijgt hij de eerste slag al. Waardoor zijn kop verpletterd zou worden. Want er wordt gesproken over de strijd der eeuwen. Hoe staat het er? Ik zal een vijandschap zetten tussen u, en zo spreekt God die slang, de duivel, tussen u en deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. En dat zaad, dat zou de Heer Jezus zijn, want Eva is de eerste moeder van de Heer Jezus. En dat vrouwenzaad, dat zou het slangenzaad de kop verpletteren. En het slangenzaad zou niet verder komen dan de versenen te vermorzelen. Maar waar we, voor we daartoe overgaan met elkaar te spreken, zingen we eerst nog. Uit Psalm 32, het eerste vers, 32 vers 1. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Welzalig is de mens, wie mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, en die in het vroom en ongeveinsd gemoed geen snood bedrog, maar blank oprechtheid voedt. Psalm 32, het eerste vers.
gedacht, hier gebeurt. Ik heb het net gezegd, dit is eigenlijk de eerste kerkdienst. Kan ook niet anders, want de Heere is in het midden. En Adam en Eva kunnen later niet zeggen, en we hebben het niet geweten, want ze hebben het wel geweten. Maar weet je wat er hier nog meer gebeurt? Adam en Eva worden hier lid van die kerk, ja. Weet je waarom? Ze worden lid hier van de strijdende kerk. Daaruit weten we dat zolang als we door de genade hier op aarde verkeren, dat het lid is van een strijdende kerk. Want de strijd der eeuwen tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad wordt duidelijk getekend. Want, ik zal u nog wat zeggen daarbij. De Heere is er. En ik heb gezegd daar straks, het is God zelf die die eerste preek doet. Het is een genadeverkondiging. Maar waar de Heere zelf is, daar brengt hij ook alles mee. We lezen later zoveel niet meer, alleen dat Adam zijn huisvrouw bekende staat en dan wordt er een zoon geboren. En dan kun je merken dat hun lidmaatschap van de Heere zelf bevestigd is geworden door het geschonken geloof. Weet je waarom? Dan wordt Kain geboren. En wat zegt ze dan? Als Kain geboren is, dan is ze blij. Ze zegt, dat is die. Ik heb den man, den Heer, verkregen. Dus Eva denkt dat Kain de Heer Jezus is. Ze komt er natuurlijk wel achter dat het niet zo is. Maar zij is toch door het geloof met die belofte werkzaam. Nou nog wat. Je zou zeggen, ja, als je dat nou zo eens hoort, hè, dat daar een even lange strijd voorgespiegeld wordt. Is dat dan niet om moedeloos te worden? Eigenlijk niet. Want het stopt niet bij die strijd alleen. Want God verkondigt ook de afloop van die strijd. En die afloop, dat is een overwinning voor het vrouwenzaad. Want als je verzenen, en dan zie ik in gedachten, die nagelen gaan door de handen en door de voeten van de Heer Jezus. Maar het diepste geheim is dat nou juist door die kruisdood van de Heer Jezus in gehoorzaamheid aan God den Vader Satans kop verpletterd is. Dus, in wezen, wie nu zegt strijd, die zegt ook overwinning. Dus als je nou door genade, net als Adam en Eva, lid mag worden van de strijdende kerk, dan ben je in wezen, dat zegt Paulus ook. Hij zegt, in hem zijn wij al meer dan overwinnaars. Een kind des Heren zou eigenlijk nooit in de put hoeven te zitten. Nooit moedeloos
en nooit verdrietig hoeven te zijn. Maar ja, hadden ze het geloof daartoe. Maar dat heb je niet altijd voor het pakken. Want je mag het geloof pas oefenen als je het krijgt. En wees nou maar niet jaloers op mensen die het altijd maar menen te weten en menen te hebben, hoor. Dat is geen geloof. Dat is een redenatie die hier in de hoofd zit. Maar geloof is een hartsaangelegenheid. Het zou er nog maar bij zeggen. Als de Heere het geloof niet schenkt, dan is het onmogelijk om het te beoefenen. Dan krijg je het niet voor elkaar. Nou ja, dan zou je in staat wezen om aan alles te gaan twijfelen. Maar als de Heere het geloof geeft, dan is het onmogelijk om het niet te doen. Ja? Dan lees ik dat zelfs Jona in de buik van de vis, als waar op psalmen zit te zingen, hij zegt, ik kom er toch nog een keer uit. En dan zal ik de Heere groot maken voor zijn wonderen aan mij bewezen. Dat is geloof. En dan heeft de eerste adventpreek dus plaats gehad. Wat is dat? Advent betekent komst. En Adam en Eva zijn dus door de Heere zelf voorbereid op zijn komst. Alleen moet ik er nog één ding bij zeggen. De Heere is gekomen, hoor, ja. In hun hart. In die beestenstal des harten. Is zowel bij Adam en als bij Eva de Heere Jezus geboren. En straks in werkelijkheid zijn zij naar hem gemogen. Want voor hen geldt het, ook als je plaatsje klaar is, dan kom ik om u te halen. En toch is er iets wat de Heere Jezus heeft gezegd. In zijn omwandeling op aarde. Hij zegt, velen hadden uitgezien naar hetgeen dat gij ziet, of dat de Heere zeggen wil, er hebben velen gehoopt en gewenst om mij te zien zoals ik hier nu rondwandel. En zij hebben het niet gezien. En nu jullie hebben het wel gezien. En je gelooft niet. En nu is dit achter de rug. Het is gebeurd. De Heere Jezus is gekomen. En nou even stil. Als we het dadelijk kerstfeest mogen vieren, dan zou ik toch wel willen, en het u van harte gunnen, dat je nou door en over de kribben heen naar Golgotha ze mogen zien, want de Heere Jezus heeft vlees en bloed aangenomen om zijn verzenen te laten vermorzelen. Ja, dat wil zeggen om te kunnen lijden en te kunnen sterven. En toen zijn we gisteren een ogenblik als het ware ondersteboven gegaan. We hebben gezegd, o God, wat een zee, wat een oceaan van liefde, zoveel liefde. Misschien is er zijn hier natuurlijk genoeg moeders in ons midden. Zou u er een kindje voor over hebben, om voor vijanden, voor mensen waar je niet anders dan verdriet van hebt, om daarvoor te sterven, dat komt in onze gedachten niet op. Je zou het misschien nog eens over hebben voor een liefhebbende vriend of vriendin, maar de Heere bevestigt zijn liefde, zegt de apostel Paulus, jegens ons,
Dat is een volk. Dat hij voor ons gestorven is. Toen we nog vijanden waren. Daarin heeft hij Satans kop verpletterd. En daarom heeft Satan geen kans gezien. Om God van zijn geschapen zoon te beroven. Want die had een Heeren al lief. Van eeuwigheid. En daarom heeft de Heere ze zelf opgezocht. Ik gun u die opzoekende liefde van harte. Zou u de dan niet om willen vragen of dat de Heere u, het zij voor het eerst of bij verliefing, nog eens op zou willen zoeken, omdat het kerstfeest zou worden in uw hart. Lieve Heere, zou u dan ook nog eens in ons leven willen komen en ons willen trekken uit de struiken waar we vaak in verward zitten? Bekeer ons tot u. Zij voor het eerst toch bij vernieuwing. Zo zullen wij bekeerd zijn, uit genade. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 43, het vijfde vers. 43 vers 5. Mijn ziel, hoe treurt gij dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot? Berust in zere welbaar. Hij doet wel haast uw heilzondaar, uw hoop herleeft naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Psalm 43, het vijfde vers. Van de zegen des Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap
des Heilige Geestes zijn en blijven met u allen. Amen.